Goedemorgen. Goedemorgen! Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, ik ben alvast wat spulletjes aan het zagen en aan het slijpen voor deze natuurlijk. Hè. Dat was nog niet klaar. Maar dat moet natuurlijk dadelijk wel af. Hè, want het is bijna klaar. Ik ben even wat dingetjes aan het maken. Flessen op zijn plek te houden. Dan moet u niet vergeten dit frame vast te lassen, want dat staat nu nog los. Maar dat komt goed. Ik denk dat ik bijna alles heb. Ik heb een paar beugeltjes gemaakt om hier nog omheen te zetten ook nog. Ja. Right. Very nice. Laten we hem op zijn plek zetten. 33. 33. Dat is ook niet normaal. Als het goed is, kan dan deze ook nog mooi omheen zo. Ja, dit moet goed komen. Het is een mooi rek voor deze fles, hè? Ja. Ja, sneu. Die voelt zich buitengesloten, zie nou. Wat is dat nou weer? Ja, die mag niet meedoen. Ja, dat is goed. Oh, deze zit wel scheef. Hij kan maar gaan aflassen. Ja, kijk. Dat is goed. Nog eentje buigen. Ja, dat is mooi hoor. Yep. Hey. Perfecto. Is goed hè? Ja, nog even en het stort hier helemaal in, jongen. Overal lekkages, echt verschrikkelijk. Yeah. Klaar. Aflassen. Zie je dat nou? Sneaky dingetje. Het zat nog niet echt vast, dus. Oh ja. Is eraf gevallen. Zo. Hoppakee. Lekker alles onder de hand aflassen. Ideaal. Zo. Zo. Ja, kijk goed. Mooi hè? Alleen nog een verfje erop. Dan is eigenlijk echt klaar. Dat moeten we eigenlijk wel even doen voor het goede.
Ja, dat is wel goed zo. Het is geen wereld te spuiten. En ik ga het niet binnen doen, want dan hebben we dadelijk overal nevel op zitten. Dus dan laten we wachten tot het beter weer is daarvoor. Maar dan kunnen we nu wel gewoon opbouwen eigenlijk. En dan kunnen we kijken of die een beetje goed op te hijsen is zo. Haal hem maar even eraf hoor. Ah. Zo. Ik heb die zo zetten. Nou, hey. Dat gaat er zo maar niet uit. Is het er aan? Zo. Kijk eens. Ja, hoort hem maar neer, nee. Nee, maar wel fijn dat die voet, want ik zat er straks naar te kijken, had een beetje smaller kunnen zijn in de breedte van het gasflesje. Maar zo staat hij wel echt stabiel hier. Hier is het kantelpunt. Mooi. Slangen. Dan wordt geen slangenhaspel nodig, joh. Hangen ze gewoon daar zo bij over de fles. Hartstikke goed. Zo. Hey, die kan hierin staan. Zo. Koffertje nog erop. Nou. Dat is toch goed? Maar ja, hij moet nog een keer opgeschilderd worden, dat wel. Oké, hey, laat het allemaal ophijsen. Weer een dingetje van de lijst. Zo zijn er nog veel dingen die moeten. Dus op naar de volgende. Precies. Oh nee! Lekkage. Oh! Ja, dat komt door dit boutje wat hier zit. Daar hangt nog een druppel aan zelfs. Kijk die. Oh, hier zit hij. Ja, die moeten we gewoon even wegchakken en gewoon ook even een M8je er doorheen draaien en die gewoon echt vastdraaien. Dan lekt hij namelijk niet, want hier lekt hij niet bij dit boutje. Maar deze zit los. Ja, ik zie dat. Hier. Dat is natuurlijk niet handig, hè? Hé, hey, maar kijk eens. Oh. Even een doekje erover. Klaar.nl. Zo. Even het vettige onderkantje afboenen. Ja, en dan is het... Nee, het is een party. Huppatee. Ook eraf. Ik zie niet zoveel met die bril. Ja, dat is toch maar goed dat je die bril op had. Ja, inderdaad. Ik heb het allemaal terug, hè. Waarom doen ze moeilijk? Zitten we hier in het hoekje te slijpen. Dit is gewoon demontabel. Dat is echt gewoon echt een handig ding. Hier. Hey. Hey. Eén keer, hè? Zag je dat? Ja. Huppatee. Precies. Dat is een... dat is echt een... ja, dat is gewoon een tactische hamer, dit. Ziezo.
Zo. Ziezo, dat gaat niet meer lekker. Ik kan het beter zo zetten trouwens. Ziezo. Perfect. Ja, deze die wilden we eigenlijk ook nog op hoogte maken, want dit was ook niet, niet ideaal op deze manier. Dan moet een frame onder. Even kijken hoe hoog. We gaan hem opeisen. Kan ik zien wat de goede hoogte is? Gewoon mee lopen, dat moet ik. Ik denk dat je toch eigenlijk best wel op hoogte wilt hebben. Dan kan je gewoon iets onderweg aan. Iets lager willen. Niet... Ja, pootjes van 70 moeten er dan onder. Nou, we hebben daar niet genoeg aan om daarop liggen. Elke keer dan denk ik van, dat is een mooie maatkoker. Alleen, dat is een stuk massief. Is wel sterk. Dat bedoel ik niet dit, maar ik bedoel dit. Hey, kijk wat ik heb. Ja. Ja. Paarhechtjesklaar.nl. Lekker man. Dat past best goed. Perfect. Zo moet die. Deze gaan we gewoon even breder maken. En dan hebben we een hartstikke mooi tafeltje voor het hele ding. Ja. Yeah. Fijn dat je dit... Oh, toch wel aan deze kant ook al lastig. Nee, toch nog niet. Oh nee, toch nog niet. Dat was hem. Very well. Waar zitten die? Oh, aan de binnenkant gelast. Jee, heeft welke onverlaat heeft dat gedaan? Dat is niet goed. -80, 27. Oké, zo. Oh, kijk een metertje. Dopjes erin leggen, dan zo, zo, komt een haakje eraan.
Oh. Ja. Ziezo. Yes. Slangenaspel. Ideaal. Alleen hij moet nog wel even opgehangen worden natuurlijk. Even kijken. Dat haalt hij ook net niet. Dat kan ook niet. Ik zoek. Het is hem dan. Ja joh. Zie je wel. Kijk, zie je dit? Zie je dit? Passen gewoon al twee gaten ongeveer. Ja, oké, okay, die passen niet helemaal. Dan moet ik misschien even opnieuw boren. Maar. Hé, hey, dat is mooi, of niet? Dan boren we daar gewoon vast aan die kolom. Bouterklaar.nl. Yeah, yeah. Even kijken wat de kleinste borers die erbij hebben. Niet zo klein. Oh, nou. Dat is volgens mij een 10. Ik kan het niet zien, maar volgens mij is dat een 10. Dan boren hem gewoon vast met twee grote units. Dat is goeie. Dan moet hij nog tegen de kolom bevestigd worden natuurlijk, hè? Dit is daar. 70 centimeter. Gewoon is prettig om de slang te pakken. Gewoon zo, eigenlijk zelf ook als dit. Zo. Mooi, het prikken. Nou, die binnenkant zie je niet. Zo. Zo. Zo, het is toch. Ja, het vet is enigszins geneutraliseerd wat erop zat, dus krijg ik er nou een beetje ondergespoten. Maar echt kraai is het dan ook weer niet. Maar goed, daar zie je daar niet zoveel meer aan, als die steun eraan zit. Ja, die heeft te lang in een knik gezeten, die slang. Die moeten we eventjes een beetje inkorten. Dat is niet oké. Okay. 22. Nou. Dit zou een 21 zijn, hoor. Kijk. Dat werkt ook gewoon. Ja, dan moeten we gewoon die persruls eigenlijk even openslijpen. Daar moeten we een slangklem voor in de plek zetten. Zo. Tjoep. Dat is goeie. Tjap. Kijk. Ja, ja. Luxe slangklem uit assortiment.
Yep. Zit hij al gelijk een beetje in de goede richting? Oh nee, niet overal. Daar is hij droog, maar daar niet. Moet je daar niet aanpakken. Zo. Gaat hij straks wel weer in een knikje zitten daarboven. Maar als het lukt terug, zit hij natuurlijk niet, hè? Dan gaat hij niet in een knik zitten. Oké, compressor aan. Nou, dat gaat er best wel zwaar in. Ah, uit de taal. Niet die taal. Maar terwijl dat onzin is, want we hebben hier gewoon ook lucht liggen, dus we hebben hier gewoon alles wat we moeten hebben. Kijk eens dan. Fijne luchtspuit, dit heb ik echt goed doseren zijn. Ja. Ik zit te kijken wat ik daar ga afblazen. Snap je wel natuurlijk. Vegen. Ja. Ja, of die grote ventilator hier in de deuropening zetten. Die deuren open en dan gewoon de hele tijd zo lucht erin blazen. En hier alles schoon stoeberen. En dan waait alles zo naar buiten. Dat kan natuurlijk ook. Stofzuiger XXL. Ja, zot ja. We kunnen ook bladblazen plakken. Pakken daarvoor natuurlijk. Dan hebben we het ook niet nodig, maar. Maar ja, goed. Hey. Hey. Hey, mooi. Maar laten we het gaan afsluiten, want het is ondertussen wel tijd. Ik ga nog gauw een paar dingetjes dadelijk wat opruimen. Maar ik zou zeggen, de English Summary in de description. Ja, de comments,
die doen we maandag. Zou ik zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Oh ja, en vergeet niet onze webshop te checken. Deze staan er ook in. Ja, mooi. Oeh, ja, heel mooi. Ja, deze is chic. Dit is ook een, die komt echt uit onze webshop. Daar zit ook, kijk daar, zit ook nog een logootje, zie je dat? Ja. Ja, dat is mooi. Hey, dus als je die nou wil, check even de link in de omschrijving, want daar staat de link naar onze webshop. Hey, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.